Zo, tour 8 is geweest. We gaan nu verder met tour 9. Je bent nu aan de goede kant van het werk. Dus als je kleurwissing maakt, hier aanhechten. En dan gaan we beginnen. Als je met dezelfde kleur haakt, 1 lossen en werk draaien. Goed, tour 9. Haak 2 stokjes. Dus in de eerste. Daar is de eerste viewer. In de eerste stok, dus weer het eerste stokje maken. En in de tweede stok van de vorige toer maak je het tweede stokje. Nou staat, haak 2 stokjes. Ze hebben we gehad. Haak V-steek in de derde stok van de vorige toer. Dus 1, 2 steken overslaan in de derde. Daar haak je een V-steek. Dus stokje ophalen, maken, sorry, lossen en een stokje. Dat is de V-steek. Die V-steek staat ook beschreven in de legenda bovenaan in je pagina van je patroon. Daar zijn alle uitdrukkingen beschreven als ik die verkort heb. Dus nu weer. 2 steken overslaan, in de derde. Een V-steek maken. Stokje lossen en op dezelfde weer een stokje. Gaan we weer omslaan. Weer 2 steken overslaan, in de derde. Weer een V-steek. Stokje lossen. En weer een stokje. Nou, dit herhaal je tot aan het einde. En in de laatste 2 steken maak je weer 2 stokjes. Ik ga even snel door. Ik denk dat dit niet al te moeilijk is voor jullie. Als je nou vindt dat het werk wat te veel gaat trekken, omdat jullie vrij strak haken, maak dan in plaats van 1 losse, maak er gewoon 2 losse. Maak het jezelf niet te moeilijk. Het is jouw vest. Jij moet hem straks dragen. Dus als je vindt dat het werk wat te gaat trekken, maak in plaats van 1 losse, maak daar 2 losse. Nou, dan zijn we bijna aan het einde. 1, 2, derde. V-steek. En 2 stokjes aan het einde. Zal even laten zien. Dat ziet er nu dus zo uit. Ja, nu gaan we door. Naar toer nummer 10. Dan gaan we die 5 stokjes waaiertjes maken, zoals jullie eerder al in het begin hebben gedaan in week 3. Zelfde kleur is 1 losse haak en werk draaien, indien je kleurwisselingen doet. Hier weer aanhechten. Even mijn camera wat naar beneden. Hier weer aanhechten en daar beginnen. Wat vraagt hij? Haak 2 vaste. Dus gaan we gelijk in die eerste. Gaan we een vaste maken. En in de tweede een vaste. Nu zijn we bij dit waaiertje aangekomen. Wat vragen ze te doen? 5 stokjes in de V-steek. Dus hier gaan we 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4. En dat is nummer 5. Dan ziet dat er zo uit. Ja? Dan gaan we door naar het volgende veetje en daar maak je een vaste. Dan gaan we door naar het volgende veetje en daar maak je weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. En dan gaan we door naar het volgende veetje en daar maken we weer een vaste. Nou, even laten zien. Dan krijgen ze mooi weer die waaiertjes. Goed. Dit hebben jullie in week 3 al gedaan. Dus ik ga nou heel even snel door naar het einde. En dan kunnen we door met de volgende toer. Dan kunnen we wat meer filmpjes in één plaatsen. Meer toer in één filmpje plaatsen. Sorry. 3. Zo. 4. En 5. Vast in de volgende V. En weer 1. 2. 3, 4 en 5 vast in de volgende V. De een komt uit op een waaiertje, de ander komt uit op een vaste. Let daar niet te veel op. Dat is allemaal geen enkel probleem. Daar zie je straks niets meer van terug. En nu 2 vaste in de laatste 2 steken. Zo. Ik heb nou een proeflapje gehaakt. Ik kom wel uit op een waaiertje bij mij. Goed, gaan we door naar toer nummer 11.
Ja, maar die open waaier maken, hè? Dus twee stokken, één losse en twee stokken bovenop de waaiertjes van de vorige toer. Sorry. Indien je kleurwisseling doet, draad afhechten en aanhechten bovenop die vaste van de vorige toer. En dan gaan we twee stokjes haken. Dus 1 en 2. En nu gaan we naar het middelste stokje. Dus 1, 2 in het derde. In de derde, daar maak je twee stokjes, één losse en twee stokjes. Dus het open waaiertje. 1, 2, 1 losse en 1 en 2. Ja, die vaste doe je dus even niets mee als je geëindigd bent met een vaste. Dan maak je gewoon gelijk het waaiertje bovenop. Als je dat nou niet mooi vindt, maak je hier een stokje bovenop en dan ga je beginnen. Ik doe het even voor het gemak zo. Bovenop de vaste van de vorige toer maken we een stokje. En dan gaan we weer naar de derde van het waaiertje en dan maak je weer twee stokjes, één losse en twee stokjes. De vaste van de vorige toer, dan maak je weer een stokje op. En dan gaan we weer naar het derde lusje, dus het derde stokje van de waaier en dan maak je weer twee stokjes, één losse en twee stokjes. De vaste van de vorige toer maak je weer een stokje. En het laatste waaiertje maak je weer op het derde stokje weer twee stokjes, één losse en twee stokjes. Nou zijn we bij de laatste twee vaste aangekomen en daar maken we twee stokjes. 1 en 2. Zo ziet dat er dus uit. Ja? Dan gaan we door met toer 12. Toer 12 ga je eigenlijk een bruggetje maken tussen al die waaiertjes die je nu net gemaakt hebt. Eén losse werk draaien, indien je kleurwisseling doet, weer hier aanhechten in de hoek. Haak twee stokjes. Dus 1 en 2. Nou, dan gaan we dus een bruggetje maken tussen al die waaiertjes in. Dus we gaan twee losse haken. In het midden van het open waaiertje maak je een vaste. Twee losse. Bovenop het stokje maak je een stokje. Twee losse. In de open maak je een vaste. Twee losse. Bovenop het stokje weer een stokje. En dan ziet dat er zo uit. Ja, gaan we door. 1, 2, een vaste. 1, 2 losse. Een stokje bovenop het stokje. 2 losse. En vast in de open waaier. 2 losse. En dan zijn we aangekomen bij de 2 stokjes vorige toer. En dan maken wij 2 stokjes. Gaan we door naar toer 13. 1 losse werk draaien. Indien je kleurwisseling doet, weer aanhechten in het eerste stokje. Dan gaan we beginnen. Haak een stokje op het stokje en daar een stokje op het stokje. En dan zijn we bij de losse ruimtes. En daar gaan we twee stokjes in haken. 1 en 2. Bovenop de vaste een stokje. En boven om de twee los van de vorige toer weer twee stokjes. Bovenop het stokje een stokje. En bovenop om de twee lossen van de vorige toer ook weer twee stokjes. Eén stokje op de vaste. Twee stokjes in de losse ruimte van de vorige toer. Eén stokje op het stokje. Twee stokjes in de losse ruimte. Nou, dit herhaal je dus helemaal tot je aan de andere kant weer bent. Dus de complete toer. Ik ben er bijna. Ik ga even wat sneller haken. Ik denk dat dit niet al te moeilijk is voor jullie. Dat is eigenlijk een herhaling van week 3. Ik ben er bijna.
Nog een vast stokje op de vaste. Twee stokjes in de losse ruimte. En dan zijn we aan het einde gekomen en dan haken we twee stokjes. Eén. En nummer twee. Bon. Gaan we door naar toer 14. En daarna ga ik deze film afsluiten en afhandelen. Haak 1 los en werk draaien. Je bent dus aan de verkeerde kant van je werk om even een beetje aan te geven aan jullie. Haak 1 los en werk draaien. Indien je kleurwisseling doet, weer hier aanhechten. Haak 2 stokjes. 1 en 2. Ja? Sla 2 steken over en haak 3 stokjes in de volgende. Dus in de derde haak je 3 stokjes. Dat is 1. Dat is 2. En dat is nummer 3. Sla weer 2 steken over en in de derde haak je weer 3 stokjes. 1, 2 en 3. 2 steken overslaan. In de derde weer 3 stokjes. Twee steken overslaan, in de derde weer 3 stokjes. Nou, dat ziet er dus zo uit. Lijkt een beetje op een granny stijl haken. Zijn jullie misschien ook wel bekend mee. Goed. Twee overslaan en in de derde maak je weer 3 stokjes. Ik ga nou even wat sneller tot ik het einde van de toer ben om jullie te laten zien. Twee steken overslaan in een derde maken weer 3 stokjes. Twee overslaan in de derde 3 stokjes. Twee overslaan en heb je als goed is nog 2 steken over en daar haak je 1 stokje en in de laatste 1 stokje. Zo, nou heb je dit gedaan. En dan gaan we zo direct verder met toer 15. Ik ga deze afronden en ik wens jullie veel succes!